Nog even de puntjes op de i zetten en dan is Maaike helemaal klaar voor de middeleeuwse modeshow. Dit zit zo te lekker strak. Ja, even wel. Dat zit prima. Zit het warm? Ja, dat wel. Het is lekker warm. De catwalk is onderdeel van de expositie Wijvenwereld. Daarin wordt eigenlijk de positie van de vrouw in de late middeleeuwen belicht. Er wordt altijd gedacht die donkere middeleeuwen en daarin is de man dominant. Maar die vrouwen hadden eigenlijk veel meer te vertellen dan we altijd dachten. De positie van vrouwen wordt in de tentoonstelling belicht door middel van verhalen, objecten en kleding. De gebroeders van Limburg die hebben miniaturen geschilderd waarop af te lezen is welke kleding in die tijd gedragen werd. En op basis van die afbeeldingen heeft het kledingatelier van de gebroeders van Limburg de kleding nagemaakt. Niet alleen voor de expositie, maar ook voor de eenmalige modeshow. We zien hier een dame in een prachtige blauwe zijde japon. Mooi bestempeld met gouden kroontjes erop. Nou, we zien het al, dit is echt het toonbeeld van luxe. Zij draagt een mooi zwart zijde jurk over een witte zijde onderjurk. Opvallend is de hanen op haar hoofd met een zijde sjaaltje afgezet. En met pijltjes erop, de pijltjes zijn ook rondom vastgemaakt. Mooie bezoekers hebben genoten van de show. Nou, wat mij het meeste indruk heeft gemaakt, dat waren enkele gewaden van die dames. Hoe ze zich daarmee kunnen bewegen, lopen. En met name als ze dan op een gegeven moment ook nog op een paard op een dameszadel moeten gaan zitten. Ik had dat wel eens willen zien hoe ze dat in de praktijk uitvoeren. Om er op zo'n paard te komen en er weer af te komen zonder te vallen of wat dan ook. Zou u zelf zo'n jurk willen dragen? Nou, op een avondje misschien eens. Maar verder is het niet handig. Ik zie me niet komen bij Albert Heijn. Of... Ik ben nog nooit naar een modeshow geweest. Laat staan naar een modeshow met middeleeuwse kleding. Ik vond het heel interessant. De tentoonstelling Wijvenwereld is nog tot en met 7 mei te zien in het Wiekense Kasteel.